Langres ligt bovenop het plateau van Langres, waar verschillende rivieren ontspringen, zoals de Seine, de Marne, de Aube en de Maas. Onze fietsondersteuning ondervond het aan den lijve, hoewel frame een betere woordkeuze is. Op weg naar Langres liet ik me tijdens de 245 kilometer leiden door drie vrouwenstemmen. Die van Sajik Truck uit mijn telefoon, die boven op het dashboard staat. Die van Google Maps uit de middenconsole, waarop Android Auto eindelijk draait. En last but not least, The Voice of Sabrina. We arriveerden rond 2:30 bij het haventje waar we op 2 juli 2016 ook stonden. Toen kraakten we een fles bubbles om onze 33ste huwelijksverjaardag te vieren. Over 2 weken mogen we de robijnen bovenhalen. Benieuwd waar we dan zullen staan. Na het tukje traditioneel fietsten we omhoog naar Langres om er een wandeling te maken binnen de stadsmuren, op de Veste en over een voie verte die vroeger een spoorweg was voor een stoomtreintje. Het vervallen station en een oude watertoren getuigden hier nog van. Ons nest staat nu in de schaduw langs het kanaal Champagne et Bourgogne. Dijon ligt hier maar 100 kilometer verder, maar bezoeken we niet. De Alpen roepen ons.